Mocht het zo zijn dat er Surinamers zijn die zijn, die vinden dat het niet door witte geschreven kan worden, dan heb ik goed nieuws voor ze. Dit is een externe harddisk. Op deze schijf staat al het werk van Anton de Kom dat nooit is gepubliceerd. Alles wat er is staat hierop. Zijn gedichten ook, zijn brieven ook. De brieven van hem en aan hem geschreven. De complete documentatie die verzameld is door Judith de Kom staat hierop. En de documentatie die de afgelopen 5 jaar door ons is verzameld staat hierop. Iedereen die dit in handen heeft, hoeft geen 5 jaar te studeren. Heeft al het denkbare materiaal van Anton de Kom dat er bestaat. Ik zou zeggen, ga je gang, schrijf de biografie. De presentatie van de biografie van Anton de Kom wordt gehouden in het gebouw van Vereniging Ons Suriname. De biografen Alice Boots en Rob Woordman hebben 5 jaar gedaan over het boek. Intensief speurwerk, hulp van velen in Suriname en Nederland maakte dit mogelijk. Een belangrijk deel komt uit de archieven van de familie de Kom. Dochter Judith de Kom kreeg dan ook het eerste exemplaar aangeboden. Aan de biografen de vraag, wat zou Anton de Kom van dit boek vinden? Dat weet ik niet. Dat weet ik. Ik zou het ontzettend graag willen weten. Maar nee, ik hoop alleen maar. Ik denk dat het goed is. We hebben aan het eind van die 5 jaar steeds het gevoel gehad dat we door Anton zelf werden gevolgd. En dat hij ons hielp om de dingen te vinden die we niet konden vinden. Het was ook soms wonderbaarlijk hoe dingen tevoorschijn kwamen op het moment dat we ze nodig hadden. En dan riepen we tegen elkaar, hé, heb je Anton? 40 jaar lang al zijn de kinderen en kleinkinderen bezig om te weten te komen wie Anton de Kom nu werkelijk was. De zoektocht zit er nu op. Of niet? Ik heb nu echt een heel goed gevoel over. Omdat ik toch ruim 40 jaar daarmee bezig geweest ben. En alle materialen wat ik dus verzameld heb en onderzocht heb. En dat komt wel terug ook in de biografie. En dat is... Mooie afsluiting, denk ik, van ruim 40 jaar. En ook het zoeken en het waarom van mijn vader. Sowieso, misschien nadat ik het boek heb gelezen, dat ik wel zoiets heb van, nou weet ik alles. Maar op dit moment ben ik nog wel benieuwd naar of er nog meer dingen zijn dan dat ik nu weet. Waar ben je het meest benieuwd naar? Ja, waarom die eigenlijk zo is begonnen, zeg maar. Van dat hij echt opstond voor iedereen. En dat hij, zeg maar, niet dacht van, nou laat iemand anders het maar doen. Waarom die... het zo heeft gedaan, zeg maar op deze manier. En daar ben ik al benieuwd naar. Onder Surinamers wordt hevig gediscussieerd over het feit dat het nu juist 2 Nederlanders moeten zijn die dit boek hebben geschreven. Of anders gesteld, waarom hebben Surinamers het zelf niet gedaan? De biografen hadden toen geen tijd voor deze discussie. Veel mensen die de Kom van dichtbij hadden meegemaakt, waren al overleden. Wat vinden Surinamers van de oproep van de schrijvers om nu zelf met het beschikbare materiaal aan de slag te gaan? Ja, ik heb het boek nog niet gelezen. Misschien zeg ik na het lezen van het boek van nou, het is mooi, het is rond. Voor mijn gevoel is het nu nog niet rond. Wat ontbreekt dat? Dat de Surinamer daarnaar kijkt met Surinaamse ogen. En met een Surinaams gevoel. Nou ja, laten we niet vergeten dat in alle decennia er veel Surinamers geweest zijn, ook jonge Surinamers, die zich erg hebben ingespannen voor de nagedachtenis van Anton de Kom. En het feit dat deze biografen bij de Kom zijn gekomen, heeft ook te maken met die inspanningen, dat zij zijn naam toch zeg maar hoog hebben gehouden en ere hebben gehouden. Wellicht. Ik ga het niet morgen doen, maar wellicht. Ik heb nog een hele stapel van dingen die ik moet gaan doen. Dus ik ga dat nu niet beloven, maar het lijkt me schattige informatie om inderdaad wat mee te gaan doen.